Er is een klein beetje veranderd in Photoshop als het gaat over het opslaan van foto's. En dan met name opslaan als bijvoorbeeld een JPG bestand. Deze foto, dit is een RAW bestand en dat zie je hierboven. Er staat een extensie CR2 en dat die 16 bits is. En daar kun je op zich niet zoveel meer mee. Je kunt hier je bewerking op doen, maar op een gegeven moment moet je het gaan opslaan. Dat is heel logisch en dat kun je niet als CR2 bestand. Je kunt dat als je er later nog verder op wil werken, het beste als een PSD-bestand opslaan. Overigens, klik hierboven als je meer wil weten over bestandsformaten. Maar stel dat je hem op wil slaan als een JPEG, dan kon je voorheen kiezen via Bestand en kiezen voor Opslaan Als. En dan had je hieronder de optie voor JPEG. Maar die is weg. Die hebben ze verstopt. Dat is een kleine wijziging die af en toe een klein beetje verwarrend kan zijn. Ik gebruik namelijk veel sneltoetscombinaties en de combinatie voor opslaan als is Ctrl-Shift-S. En als ik daarop klik, kom ik terug in dit venster en heb ik dus niet die optie om hem even snel als JPEG op te slaan en hem door te sturen naar iemand. Dat moet tegenwoordig, als je in 16-bit blijft, via bestand en dan kopie opslaan. En dan heb je daaronder weer wat meer keuzes, waaronder ook de optie om hem op te slaan als JPEG. Enige uitzondering daarop, als hij bijvoorbeeld al 8 bits is en je kiest dan voor opslaan als, dan heb je daar wel de optie JPEG tussen staan. Dus als je nu je foto op wil slaan via opslaan als en JPEG staat er niet bij, dan is hij daar waarschijnlijk niet geschikt voor en dan moet je dus kiezen voor kopie opslaan als. En dat is de sneltoets Ctrl Alt en S of zoals Photoshop het omschrijft Alt Ctrl S. En zo eenvoudig was de tip van deze keer. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.